jeugdraad voor SAP is belangrijk omdat we die kinderen, die willen we verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en we willen ze inspraak geven. Want vanaf jonge leeftijd willen we ze mee laten denken met het beleid van SAP. Ik zit bij SAP in de jeugdraad omdat ik graag wat voor de club wil doen. Ik speel al vanaf jongs af aan bij SAP. We organiseren toernooitjes, 4-tegen-4 toernooitjes voor de E- en de F-jeugd. Als bijvoorbeeld het Nederlands handbalteam van de dames moet spelen, dan gaan we met z'n allen in de kantine die wedstrijd kijken. En dan zorgen wij voor het eten en drinken. Ja, ik denk dat het wel fijn is als wij wat meer inspraak krijgen op het bestuur. Bijvoorbeeld als we extra dingen willen organiseren, dat we dat met het bestuur kunnen bespreken. Maar ook als wij bijvoorbeeld echt talenten ertussen zien lopen, dat wij dat kunnen aangeven. Dat die misschien met een hoger team mee kunnen spelen of mee kunnen trainen. Wij willen ook dat de jeugd meedoet. We willen ze verantwoordelijkheid bijbrengen, dus daarom organiseren ze al wat. En in de toekomst willen we ze alleen maar meer mee laten stemmen met alles wat we qua beleid willen gaan doen. Naar iedereen wordt geluisterd, dat is belangrijk. En zo proberen we de leden echt bij alles te betrekken.